Ja, meine Damen und Herren! Rosa! 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 Jetzt sind die Mexikaner, heute wie zum Abend sind wir alle ein Fest. Jetzt sind die Mexikaner, es gibt viel Tequila, der glücklich sein lässt. Alle Freunde, sie sind hier, hey und noch einmal mit Bier, wir machen. Jetzt der Mexikaner, will jemand den Austausch der Sorgen. Und dann singen wir ja zusammen! Adio, adio Mexiko, ich komme wieder. Jorin van Laar, het is zondagmiddag, de grote dag van de plattegronder. We zijn hier bij de Zalen plattegronder. Dat was niet de bedoeling, hè? Nee, dat was inderdaad niet de bedoeling, Harry. Normaal gesproken hebben wij op zondagmiddag natuurlijk onze optocht. En dan stonden we nu met z'n allen buiten alle creaties te aanschouwen. Maar helaas, de weergoden liet het niet toe. Wanneer is de beslissing gevallen? We hebben vanmorgen om 9 uur hebben wij het besluit genomen. Door te kijken naar de buienradar, of wat? Ja, door te kijken naar de buienradar. We hebben wat specialisten, om het zo maar te zeggen, geraadpleegd. En de vooruitzichten waren gewoon niet goed genoeg. En dan is het eigenlijk een hele makkelijke beslissing geweest. Wel een hele treurige, maar wel een hele makkelijke beslissing om te nemen van dit is onverantwoord, dit gaan we niet doen. Dat komt er nog bij, hè? Je hebt al ellende genoeg gehad. Het zit ons niet mee, om het zo maar te zeggen. Maar gelukkig, ja, we zijn er om het zo maar te zeggen. En, we zijn wel weer volle bak aan het carnaval vieren en uiteindelijk draait het er wel om bij een carnavalsvereniging. Het blijft gewoon bij het carnaval vieren, ja. Ongeacht al die gebeurtenissen. Ja, absoluut, absoluut. Dan moet er gezocht worden naar een alternatief, die was er vandaag gevonden in een orkaanbouw. Ja, inderdaad. Dan ga je wat mensen raadplegen, wat kunnen we vanmiddag, wat doen we dan? En dan zetten we dan in gang en uiteindelijk kwam daar het orkaanbal uitgerold. Wel een ludieke naam. Je moet ook af en toe een beetje zelfspot hebben natuurlijk om er goed mee om te gaan. Dus het is wel eenmalig? Dat hoop ik wel, want ik hoop dat we volgend jaar gewoon op zondagmiddag buiten staan. We kunnen natuurlijk allerlei alternatieven bedenken. Mensen komen ook jou vertellen wat er moet gebeuren, of niet? Ja, tuurlijk. En iedereen heeft tips en dinges. Maar we moeten wel wat dingen gaan organiseren voor de volgende editie, om het zo maar te zeggen. Ik heb ook gehoord van als ze morgen de hele optocht naar zomer optrekken, hebben ze in zomer ook een keer een verzoenlijke optocht. Dat ga ik niet zeggen, dat vind ik niet netjes, dus dat zal je mij nooit horen zeggen. Het zou kunnen. Het zou absoluut kunnen. Toevallig appte de voorzitter van de Meerpoel vanmorgen al met dezelfde vraag en reactie van dat ze altijd mee mogen doen in zomer. Dus wie weet, als de mensen dat willen doen, is dat natuurlijk geen probleem. Dat leeft wel, als ze per se met de optocht mee willen doen, dan vullen ze gewoon een jaar wachten. Ja, op zich wel. Die willen graag meedoen zelfs. Maar ja, over 2 weken is het ook optocht, hè, dus dan mogen ze ook meedoen. Oh ja, want over een paar weken is het Kar van Stal. Ja, precies. En we hebben overleg gehad met het comité van Kar van Stal. En wij gaan op zaterdag 7 maart gaan wij de oorspronkelijke plattegronder optocht houden hier op de plattegronder. Dat is het slimste van alle opties, denk ik. Ja, op dit moment is dat gewoon het beste alternatief. Dus is de nationale pers ook aangesloten hier? Ja, ja die, dankjewel. Fijn. Harry stelt de vraag, maar ik vond dat je een goede vraag stelde, Jorin. Dat is echt een goede vraag. Harry, ben je ook tevreden? Ik vind dat ze een goede oplossing hebben gevonden. Ja, zeker een goede oplossing, Harry. Zeker. Ik moet wel, hè? Ja, ik moet wel. Dat is natuurlijk heel slim, Jorin, om Kar van Stal te halen voor de optocht. Ja, precies. Ik denk dat we dat gewoon goed kunnen combineren. En dat we er eigenlijk een feestweekend van dus gaan maken. Dat moet dus een dense optocht van Joe Altijd hebben. Plus die grote wagens van buiten. Ja, dat is zondags de bedoeling. Kar van Stal blijft ongewijzigd. Echt onze eigen optocht komt erbij op zaterdagmiddag. Op zaterdagmiddag tevoren nog? Ja, wij gaan zaterdagmiddag de plattevonder optocht doen. En dan is zaterdagavond de feestavond van Kar van Stal en zondagmiddag is gewoon Kar van Stal. Daar verandert in principe niks aan. Twee optocht achter elkaar? Ja. 2 keer geld vangen? Ja, dat weet ik niet, want het is een aparte stichting, dus geef mij niet om het geld. Even dat met Kar van Stal samen zou gaan? Nee, Kar van Stal is een aparte stichting, dus die doen regelen en organiseren dat allemaal zelf. En hoe valt dat bij het publiek? Ja, op dit moment hebben we alleen maar goede reacties van fijn dat het toch gewoon door kan gaan, met name deelnemers die er veel tijd en energie in gestoken hebben. Ja, die zijn toch blij dat ze wel hun creatie daar kunnen laten showen.
een kans op beter weer is er altijd, hè? Ja, dat hoop ik wel. Het is nu natuurlijk al 3 zondagen op een rij, prijs om het zo maar te zeggen. Ik hoop dat we er omgaan vanaf zijn en dat we over 2 weken wel gewoon kunnen zeggen dat alles doorgaat. Ja, en, zo'n orkaanbal die moet dan in elkaar gezet worden. Ja. Komen er ook speciale dingen in? Ja, we hebben gewoon de jongens die voorheen Café de Polonaise organiseerden. Die hebben vanmorgen toegezegd van oh, dan verzinnen wij wel iets om vanmiddag in ieder geval gewoon een mooi feestje te bouwen. En daar loopt het op dit moment dus. Als je de uitslagen of de prijs uitgereikt hebben voor de optocht, is dat voor de optocht op die zaterdag in maart? Ja, precies. Dat was de prijsuitreiking op papier. Op papier moet ik erbij vermelden, maar die is inmiddels bekend, ja. Maar het was erg lastig jureren, begreep ik. Dus we gaan gewoon zaterdag 7 maart rondtrekken. Maar het is niet helemaal treurig, en gisteren was Café Hennevel, dat was gewoon een succes. Ja, absoluut. Absoluut. Voor de eerste keer. En het was meteen een daverend succes, om het zo maar te zeggen. Heel gezellig. Eigenlijk een beetje naar Limburgs gebruik, zeg maar, het buitencarnaval op een plein. En het is ontzettend goed bevallen met heel veel bezoekers in ieder geval. Nog 2 dagen, morgen en dinsdag nog. Absoluut. Morgen hebben we geen officiële dingen als vereniging. We maken wel onze ronde langs de diverse horecagelegenheden. En dinsdag dan hebben we ook weer onze ronde, om het zo maar te zeggen. En dan gaan we s'avonds gezellig afsluiten. Uiteindelijk komt alles goed. Uiteindelijk wel, ja. Het kost af en toe wat kreunen en energie, maar we zijn er. En we zijn samen plezier aan het maken en dan draait het toch.